Hans Beum kan ieder moment binnenkomen. En ik laat even zien hoe we de setting hebben gemaakt. We hebben een schaakbord dat daarboven wordt gefilmd. En die beelden die komen live door naar mijn redacteur Casper, die daar in dat hokje alles in de gaten houdt. En die heeft alles ingevuld, alle zetten op StockX. Een hyperintelligent schaakprogramma. Hans, fijn dat je er bent. Ben je klaar voor het experiment? Ja. Kom op, Max. Het is niet te doen, dit, Hans. Het zal ook niet lang meer duren nu. 3, 4, 5. Het is echt... 6. Verschrikkelijk. Ja. Oh, mijn god. ik weet waar ik heen moet. Ja, maar nu zag ik gewoon een hele loper eraf. Ja. Maar hoe kan dat nou? Het is nu klaar. Maar ik snap ook niet hoe jij die loper hebt gepakt. Paard E5, man, geef je. Maar ik heb toch de slimste computer die er is? Ja, maar ik ben bang dat je de verkeerde signaal hebt opgepikt. Maar het lijkt me ook geen pretje voor je. Ik heb Max graag. Ik vind het een fijne jongen. Maar ergens is het ook wel heel grappig om iemand echt onmeugd veel trillingen te geven in zijn achterste. Oké, Casper, ik doe gewoon dit. Dit is kansloos. Maar hoe kan het nou? Casper, heb jij een fout gemaakt net? Nee, ik heb geen fouten gemaakt. Jij wel. Hij gaat winnen nu, hè? Ja, maar dat komt omdat jij niet doet wat ik jou doorgeef. Alleen, ik denk dat jij niet snapt of zo wat het verschil tussen 6 of 7 trillingen is. Maar goed, we hebben een computer van 3800. Ik wil gewoon doorspelen tegen Hans. Ja, maar je hebt nu al 4 keer een andere zet gedaan dan ik heb... proberen door te geven, in ieder geval. Ja, maar dat komt ook omdat ik fucking 30 trillingen nodig heb om te weten dat ik een pion 1 stap naar voren moet zetten. Daarom heb je ook zwart. Ja. We gaan het verder. 4, 5, 6. Ja, nee, dit is niet te doen. Auw! Het is gewoon... Auw! Dit is niet normaal. Ik heb mijn hand er niet op. Maar Casper, dit is echt... Auw! Ik ben er klaar mee, Hans. Ik ben er klaar mee. Ik ga me uitdoen. Ik denk ook... Nou, dit was...